Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe Overwatch video. Zoals jullie waarschijnlijk al weten of aan de titels zien, Symmetra heeft een ontiegelijke grote update gekregen. Symmetra is super sterk geworden. Geloof me, ze is echt insane goed geworden. Voor de pet, dus dit is een PTR, dit is nog niet live. Dit is allemaal gewoon gefilmd op de PTR. Maar Symmetra heeft een extreem grote buff gekregen. En ik zal even laten zien wat het nou precies is. Ten eerste, jullie zien rechts onder zie je een 6 in plaats van een 3. Dus ik kan nu in het begin van een match kan ik meteen 6 turrets gewoon zo neerleggen zonder geen enkel probleem. Dat begint gewoon aan de start van een game. Heb je gewoon meteen 6 charges en het charged uiteindelijk wel gewoon weer naar 6. Dan je E. Vreselijk irritant was het als er een match begon en het eerste wat je moest doen is je hele team je E spammen zodat je team shields krijgt. Wat je nu hebt is iets veel maal coolers. Je gaat je E klikken en bam, je hebt hier een barrier waar je achteraan kan lopen. Die gewoon non-stop naar voren gaat totdat hij een muurtje tegenkomt. En dan gaat hij, als het goed is, boom. Maar dat is best wel heel erg cool. Dus je kan er achteraan lopen, je kan blijven schieten, je kan het doorschieten, want je orb is ook een stuk sneller. Dus, en dit is, heeft 1000 HP. Dat is al best wel veel. Je moet voorstellen, Reinhardt's shield heeft 2000 HP en deze shield heeft 1000 HP. Dus als moet je voorstellen dat mijn hele team hier staat, bam, wij rennen er gewoon zo achteraan. Is super awesome. En ik heb nu weer bijvoorbeeld 6 charges van mijn turret, dus ik kan ze weer ergens neerleggen. Maar het is natuurlijk ook gewoon, ik zal het hier al even laten zien als hij begint te schieten. Dat moeten wij hier doen, want deze schieten. Deze blijft ook schieten. Als je hem hier neergooit, moet je voorstellen dat, hier, dat daar allemaal enemies staan. Bam, je komt er nu naartoe. Je doet nu je linker muisknop en je kan ze gewoon makkelijk killen. Dan de super grote update. En dit is de reden waarom Symmetra super sterk gaat worden, is haar ultimate. Je hebt hier je Q. Dit is gewoon de teleporter die jullie kennen. Maar als je nog een keer Q klikt, krijg je dit. Je hebt nu 2 ultimates. 2 flipping ultimates. Wat super cool is. Als ik deze hier neerleg. Bam. Dit is de generator. En dus ik kan erin gaan staan. Er gebeurt niks. Als je ook naar je spawn gaat. Je ziet het daar niet. Maar als je kijkt naar mijn HP. Ik heb 75 levens erbij gekregen. Dit ding geeft 75 levens. Op een extreem grote range. Dus als ik helemaal hier naartoe loop. Je ziet nog steeds mijn HP. Die shields. Die gaan er niet af. Totdat ik echt op een extreem ver ben. Het ding geeft, is echt een, ik sta nu helemaal hier in het hoekje en ik krijg nog steeds nu zit het toevallig, nu zit het eraf. Maar het is echt extreem groot. Dus als ik er weer naartoe loop gewoon en ik sta tot hier, krijg ik gewoon die shields weer. En als ik hier naartoe loop, dan gaan ze weg. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Kijk, nu zijn ze weer weg en dan kom ik er weer naartoe en dan krijg ik gewoon weer shield. Super awesome! Wij gaan even match doen met Symmetra en kijken hoe het werkt in een echt potje. Oké, na 10 keer proberen een game te zoeken waar ik Symmetra kan spelen in quick play, is het eindelijk gelukt om Symmetra Insta te queuen. Het is nogal best wel heel lastig, want iedereen wil natuurlijk Symmetra spelen, omdat ze nieuw is. Maar mij is het gelukt. Dus wat ik wil gaan doen, wat ik eigenlijk altijd heel erg graag wou doen met Symmetra. Symmetra is een van mijn favoriete heroes voordat Overwatch uitkwam. En dan zag ik al die heroes en dacht ik echt van, oh my god, Symmetra is geweldig. Turrets neerzetten en shit. Vind ik leuk. Vind ik heel erg leuk. Dus wat ik wil gaan doen, ik wil meteen hier in het begin, wil ik gewoon allemaal turrets neerzetten. Zodat ik gewoon heel erg irritant misschien een kill kan maken. Nou ga ik er niet vanuit dat ik meteen insta een kill kan maken. Maar eigenlijk gewoon dat ik meteen mijn charge krijg. Dus dat ik meteen waarschijnlijk 30% charge krijg. Dat is mijn bedoeling met die play daar. Dus we gaan kijken of het werkt. We gaan kijken of wij meteen een kill ermee misschien kunnen halen. Dat zou wel leuk zijn. Ze gaan nu allemaal af zoals je al ziet. En wij hebben toch wel een dikke vette 25% ult charge. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. En dat was Torbjörn. Dat is wel heel nauw, want ze hebben een sniper. En waarschijnlijk hebben ze natuurlijk allemaal counters gewoon tegen Symmetra. En we blijven hier ook gewoon lekker schieten. Nou, denk ik niet dat ze vanaf deze kant komen. Ik denk dat ze via middel komen. Dus we jumpen gewoon lekker naar beneden. En we gooien hier eentje. Ja, kijk, zie je. Ze hebben al meteen leuke counters tegen Symmetra. Maar mijn ult is momenteel 46%. En we gaan hier even mijn E doen. En
Oké. Oeh, je zag die Anne daar. Die Anne voor moest nu wel terug naar achter. Ze kon niet even poken. Ze kon niet even een hit op mij doen. Of iets dergelijks. Ze werd gewoon meteen naar achter geforceerd eigenlijk. En dat is natuurlijk super chill. Dus we zetten hier 3 turds neer. Zo op een rijtje. Ik weet niet. Het ziet er gewoon leuk uit. En daar is die andere Symmetra. Die probeert waarschijnlijk ook ult charge te fixen. Maar op aanval blijft... Op aanval... Mensen zeggen dat Symmetra dus op aanval slecht is. Maar eigenlijk is het dus nu hartstikke goed. Ondanks je natuurlijk gewoon 75 HP geeft. En jongens, 75 HP. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik wou... Het is nog wennen, oké. Dus deze is dood. En dan kunnen wij gewoon... Ze heeft ook dus een langere range. Dus we kunnen nu ons Q doen. Het ziet er nog een beetje heel erg raar uit als je op Q ziet. Maar wat we dus nu kunnen doen, is die generator kunnen we hier neerleggen. Alright, generator is up. En die gaat allemaal... Oké, zie je? Allemaal HP geven. Iedereen heeft nu extreem veel HP. En dit is nog steeds even wennen. Die AE is natuurlijk super sterk. Alleen het is echt even serieus gaan wennen hoe dit precies werkt. Laten wij hier ook even een death trap gaan maken. Nu wij toch 5 turrets hebben gecued. Wat ook echt super chill is natuurlijk. Dus we kunnen hier gewoon even allemaal turrets droppen. Zo. En als ze hier komen. Dit is echt wennen. Die E is zo raar. Ik wil mijn teammaat, wil ik shielden. Maar dat kan natuurlijk gewoon niet meer. Dus hun hebben een teleporter hoogstwaarschijnlijk daar in de buurt. Wij gaan er gewoon op af. Wij hebben momenteel 275 HP. Dat is echt superveel. Plus 25 van Thor. Dus wij hebben 300 HP als een Symmetra. Dat is veel, oké. Dat is veel. En hier gaan we waarschijnlijk dood. Ja, hier gaan we dood. Dus ik liep ook uit range van mijn generator. Die gaf mij uiteindelijk ook geen HP meer. Dus het is wel... Het is een goede defensive ult. Alleen je moet er wel van uitgaan dat je niet te ver gaat lopen. Dat je niet te greedy wordt, om zo te zeggen. Want... Of is hij kapot? Ik denk dat hij kapot is. Oh ja, hij is gewoon kapot. Ja, dat zie je aan je ult. Mogen ze wel ook even iets duidelijk zeggen dat hij kapot is. Zal ook wel fijn zijn. We gaan even kijken of we deze kunnen ownen. Ik denk dat we hem wel kunnen ownen. Oh, hij teleporteert. Oké. Ze is hier ergens naartoe. Ik weet niet precies waar. Ze probeerde daar. Ja, ze is daar. Oké. Anyway, we gaan hier dus nu mijn shield doen. We lopen er gewoon achteraan. Zodat wij hier dichterbij kunnen komen. En uiteindelijk niks kunnen doen. Dat is altijd wel leuk. En we gaan kijken of we deze Symmetra kunnen ownen. Kijk, de death trap is gelukt. Dat is hartstikke mooi. En we gaan kijken of we deze kunnen ownen. Nee, dat kunnen we niet. Maar de death trap, die zorgt er wel... Het is veel fijner dus nu om een death trap neer te zetten en te maken. Kijk, ik werd daar gewoon geowned door een Anna. Je merkt wel dat het gewoon ontiegelijk veel damage doet. En nu je in één keer 6 turrets kan neerleggen op een plekje waar je wil... Doe dat dan natuurlijk. Is dat gewoon echt super, super gunstig. Ik ga niet even wachten. Want ik wil mijn teleporter wil ik hier neerleggen. Ondanks ze niet echt flankers hebben, kan ik hier waarschijnlijk heel mooi mijn teleporter neerzetten. En dit, ik ga nu wel gewoon eens een teleporter doen. Want teleporter is nu gewoon heel erg handig. Want anders spannen mensen daarachter. Dus ik zet daar gewoon lekker mijn teleporter neer. En dit is ook een hele leuke death trap om te maken. En dat is gewoon, je gooit hier allemaal, ze allemaal gewoon op het dak. En geloof me, dit gaat werken. Want als je hier spant... Die dingen schieten gewoon... Die dingen hebben Sigurd's Rangers. Boven of onder. En daar... Of ze gaan gewoon allemaal kapot door een Sombra. Maar ik heb wel Sombra uiteindelijk geowned. En daar gaat het om, toch? Ik bedoel, 6 turrets tegen 1 leven. Dat is best wel heel handig. Je ziet nu ook, als ik Z klik... Nou, dat is ook al op live, kan dat. Dan, oh shit. Er is ergens hier een Sombra, maar ik weet niet waar. Oh, daar is wel een... Kijk, hoppakee. Deze weirdo, die kan hoogstwaarschijnlijk nu ook helemaal niks. Nee, want de range van mijn linker muisknop is ook dus verhoogd. Dus die doet nu ook gewoon... je doet uiteindelijk wel een soort van meer damage. Niet per se meer damage, maar je doet wel... Je hebt een langere range, wat natuurlijk super gunstig is. En ik gooi hier gewoon random paar turrets neer, wat niet echt handig is. Ik moet ook veel meer mijn E gaan gebruiken. Het is heel erg wennen. Zoals je al hier ziet, kijk, de mensen daarachter kunnen mij niet ownen. En ik kan gewoon naar voren zo gaan. En uiteindelijk... Hun gewoon gaan ownen, samen met Genji. Wat natuurlijk ook heel erg nice is. Dus die push, die E met haar... Is ook heel erg goed dus voor aanvallen. Het is niet echt een defensive... of defensive... Ability, om zo te zeggen. Maar het is heel erg fijn om er achteraan te rennen. Want hun kunnen zo helemaal niks. Ja, kijk, nu ben ik wel fucked. Nu moet ik zo snel mogelijk weer weg. Maar jullie begrijpen het idee. Dat het gewoon heel erg nice is. En... Je kan dus ook snipers gewoon ermee blokkeren. Kijk, nu kunnen die snipers ook helemaal niks. Het is echt een hele goede ability. En het is een hele leuke ability om mee te spelen. En hier is ook ergens Sombra. Daar, joh. Joh, die is dood.
De impier gaat eruit. Ze is hier naartoe. En ik denk dat ik haar niet meer kan grijpen. Nee, ze is weer onzichtbaar. Ze is dat is een empowered van je zen. Ja, dat kan je niet echt veel, bro. Ik kan ook niet echt veel. Ik moet mijn turrets neerleggen. Zo snel mogelijk. Zodat ik in ieder geval wat damage kan doen. De EMP gaat eruit. En we kunnen de zen killen. We hebben de zen gekillen. We hebben een double kill zelfs. Stel dat we gewoon dood zijn. Ik heb het gevoel dat Symmetra heel erg sterk gaat worden. Het enige probleem nog met Symmetra is... Je legt een object neer waar mensen op af moeten komen eigenlijk. Het is wel een must dat je de teleporter of de generator zo snel mogelijk kapot moet maken. Maar dat is een probleem. Want je kan het gewoon makkelijk kapot maken met een Tracer. En vooral met Sombra nu in de meta. Wel niet echt per se in de meta, maar als Symmetra in de meta komt... dan is Sombra ook weer goed. Want je kan gewoon heel makkelijk nog gewoon naar achteren zeggen van... Yo, deze turret willen we niet meer. Dus we gaan hier gewoon een aggressive play maken. Kijken of het gaat werken. Kijken of we makkelijk een kill kunnen scoren. En zoals je al ziet... Zonder echt te aimen. Of gewoon... Ik speel gewoon heel erg agressief. En hun Symmetra onder mij. Maar ik kon wel gewoon heel erg agressief spelen. En we gaan nu weer een generator neerleggen. Kijken hoe dat werkt. Waarom kan ik het hier niet neerleggen? Oké, hier kan ik het neerleggen. Je kan dus niet meer je teleporter of je generator in je spawn neerleggen. Dat is ook een hele goede update. Want het was ook nog soms heel irritant als mensen zaten te trollen. Maar wat we gaan doen... We gaan hier dus een generator neerzetten. Waardoor als we daar zijn... Dan krijgen we als het goed is gewoon health. En dit is heel erg naar. En je ziet dat rode, dat bijt gewoon lekker in je face. Heerlijk. Oké, we gaan de turret hierboven neerzetten. En nu krijgen wij, zoals je al ziet, ook gewoon als ult terug. Dus je generator despawnt ook gewoon zodra hun de point hebben gecapt. Dat is aan de ene kant wel heel erg jammer. Ik zal het wel leuk vinden als het gewoon als hij bleef liggen. Maar oké. Dus we gaan hier een teleporter neerzetten. De generator is nog steeds gewoon beter op aanvallen, denk ik. Ik weet het eerlijk gezegd ook niet zeker waar die per se het best is. Maar we gaan vooral hier heel veel verdedigen. We hebben die teleporter hier gewoon lekker open staan. En ze hebben wallhacks, dus hoogstwaarschijnlijk als ik zo doe, dan... Ze hebben wallhacks, dus ze weten waar ik ben. Oh, maar er is hier een Winston. Heel gezellig. Gaan kijken wat voor damage we hier kunnen doen. Symmetra is bijna down. Of Symmetra, Sombra is bijna down. We gaan hierboven kunnen we ook gewoon allemaal onze turrets neerzetten. Dat is ook natuurlijk een hele goede spot. Want het zit achter... het zit ergens... Hoge maan. Hoge maan. En ik weet ook dat het geen... Oh shit. Ja, die is down. Hoppakee. En al mijn turrets zijn ook down. Dat is wel weer heel erg jammer. We gaan hier agressief spelen. We jumpen hier gewoon naar beneden. En we gaan kijken of wij hier hun hele team kunnen owen. Maar zoals je al ziet. Hun hebben heel veel shields door de generator van Sombra. Of van Symmetra. God damn, ik haal ze altijd door elkaar. En ja, als ze extra health... Oh, moet je... Oh... Je doet wel echt ontiegelijk veel damage nog steeds als Symmetra. Als je full charge bent, doe jij bizar veel damage. En dat is ook waar de power ligt van Symmetra. En waarom ze nog heel erg weak was, want ze kon niet echt makkelijk daarnaartoe komen. En dit is dus ook gewoon heel chill. Wij kunnen hier nu gewoon achter blijven staan en zo schieten. Terwijl hun daar achter stil blijft staan. En ze maken mijn turrets kapot. Waarom maken jullie mijn turrets kapot? Dat vind ik niet leuk. We gaan er naartoe. En we gaan hierboven een generator neerleggen. Zodra wij Widow hebben gekillt hier zo. Hallo Widow. En Widow is down als het... Oh nee, oh mijn turrets zijn wel weg. Oké, we leggen hier weer eentje neer. Hoppakee. En we gaan hier een death trap maken. Want waarschijnlijk komen ze via deze kant. Ja, ja precies. Deze zou ik niet moeten winnen. Maar we winnen met 1 AP! No! Kill hem mee! Kill her! Oh my god, zie mijn HP dan. Ik heb gewoon 1 flipping HP. Dat is niks. Dat is echt niks. Onze generator, zie hoeveel armor of hoeveel shields wij hebben. Dat is bizar veel, oké. Het is bizar veel. Het zal me niks verbazen als wij nu doodgaan. De shields zijn dus ook heel erg sterk. Want shields regeneraten. En dat is heel erg chill eraan. Die pakken we ook gewoon. En dat is een High Noon. We gaan deze Sombra gaan we ownen. Daarna gaan wij deze duurt. Ah, we konden helaas niet ownen. Maar zoals je al ziet, iedereen heeft hier gewoon extra HP. En dat is gewoon ontiegelijk sterk. Want dan gaat de
het poken, het poke-idee, gaat dan eigenlijk gewoon weg. Je kan niet meer echt poken. Je kan poken, maar die shields die zorgen ervoor dat je toch weer kan generaten. Zoals je al ziet, Golden Elimination, 6,4k damage dan. Teleporter uptime 26%. En damage block 1000. Ik denk dat dat fout is, want ik heb niet vaak mijn E gebruikt. Misschien valt dat ook onder je shields. Dat je dat ook als damage blocked ziet. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Als dat zou zijn, dan is 10.000 nog steeds heel erg veel. En we gaan even kijken hier naar de play of the game. Waarschijnlijk haar ult. Ja, en daarna de group wipe komt eraan. Inderdaad. Symmetra, stay as team. Oh, dat kan je dus nu ook voten. Oh, dat is leuk. Min on one to stay as team. Dat is een interessant dingetje. Dat wist ik nog niet eens. In ieder geval, hartstikke vet. Ik heb hier vijf votes. Symmetra op de PTR is momenteel live. Ik weet niet wanneer de update komt voor Xbox of PlayStation. Maar een hele vette, dikke, goede update voor Symmetra. Bedankt voor het kijken. Check jullie lekker de volgende keer weer. Als je blauw duimpje nog niet hebt gedaan, klik er even op. Check jullie lekker de volgende keer weer. En later!